Zaterdag 19 maart is het open dag bij Seidwende. En de dag is georganiseerd door Interact Contour. Het is een organisatie die zich bezighoudt met dagbesteding, wonen en ook ambulante begeleiding. Vandaag is het de bedoeling dat iedereen binnen kan lopen. Dit is de voorkant van Seidwende. En aan de achterkant zitten de gezellige woningen en is ook het inloopgedeelte. Interact Contour is een organisatie die in verschillende delen van Nederland actief is. In West-Overijssel, in Noord-Veluwe, in Flevoland en ook hier. Ik praat met een van de medewerkers en dat is Lee. Interact Contour, vandaag een bijzondere dag. Wat is er aan de hand? Vandaag hebben we de dag van de zorg. En dat betekent dat we mensen uitnodigen om bij ons een kijkje te komen nemen. Wat wij nou voor de mensen kunnen betekenen. Hoe de cliënten bij ons wonen. Wat doet Interact Contour? Interact Contour is een stichting voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel. En of een lichamelijke beperking. En wat valt er allemaal onder? Want dat is heel breed. Ja, mensen die bijvoorbeeld een hersenbloeding hebben gehad. Een ongeluk. Mensen die tijdens de bevalling een knelling hebben gehad in hun hoofd. En daardoor zuurstofgebrek? Daardoor zuurstofgebrek, inderdaad. En wij proberen die cliënten toch een mooi leven te bezorgen. En hoe doen jullie dat? Hoe doen wij dat? Wij vragen aan de cliënt wat zij van ons willen. En dan maken we een plan van aanpak. En dan gaan we samen kijken van oké, wat wil de cliënt? Wil de cliënt bijvoorbeeld aan het werk? Nou, wat kunnen wij daar dan in betekenen? Of wil de cliënt dagbesteding? We doen alles in overleg met de cliënt. De cliënt staat bij ons erg centraal. Nou is het zo dat hier allemaal mooie huisjes zijn. Mm-hmm. Hoe is de begeleiding dan als de mensen hier wonen? De begeleiding is, dit is ons kantoor. En we hebben hier 10 appartementen. We hebben 2 echtparen. En wij verzorgen onderhand samen de was. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig bij het opstarten van de dag. Bij het aan- of uitkleden? Aan- of uitkleden, douchen. Sommige mensen moeten ook met de handen op de rug, zoals wij dat noemen, aansturen. Bijvoorbeeld iemand wil leren wassen, zijn kleding. Nou, dan gaan we een plan maken met die cliënt samen en dan gaan we mee aan de slag. En dan proberen we op die manier de cliënt zo zelfstandig mogelijk te laten leven. Dat het wit wit blijft en het blauw blauw. Inderdaad. Oranje. Er worden ook activiteiten georganiseerd. Wat voor dingen worden er gedaan met ze? Wij hebben niet direct activiteiten, maar er is een groep cliënten die heeft aangegeven dat ze het leuk zouden vinden om met z'n allen een keertje te gaan koken. 1 of 2 keer in de maand. Nou, dan gaan we een plannetje opzetten met de cliënt wel. En dan gaan we bij ons in de keuken gezamenlijk koken en eten. En daarnaast hebben we ook mogelijkheden om samen met de cliënt een spelletje te doen bijvoorbeeld. Kortom, een succes dit. Wij vinden het een succes. U zou het aan de cliënt kunnen vragen wat hun er zelf van vinden. Gaan we dan nu doen. Piet Veerman, waar woon jij? Dalmerstraat 33. En waarom woon jij hier? Wat is jouw probleem? Nou, oh, mijn probleem, ja, dat is anders. Ik heb ervoor een ernstig ongeluk gehad. Toen heb ik bijna 3 jaar in het ziekenhuis gelegen. Maar wat ik aan overgehouden heb, is epilepsie. En daarom woon jij hier? En de neuroloog en mijn zuster en de dokter ook, die wilden dat ik hier onder begeleiding ging wonen. Hoe bevalt het tot nu toe? Nou, zoals je ziet hoe ik eruit zie, bevalt het me redelijk goed. Je ziet er blakend uit, bedoel je? Ja. Nee, ik zie er goed uit, hè? Je ziet er heel goed uit, maar ik vind het vooral fijn dat je er ook gelukkig uitziet. Klopt dat een beetje, Piet? Ja, want weet je waarom? Want IJsselmeer voor ons moet voetballen tegen eigen Marsen Boys. En wat gaat dat worden? Dat wordt 2-0 voor IJsselmeervogels. Nou praat ik niet meer met je hoor. Voor de blauwe. Daar hebben we het nu niet over, hè. Piet, hoe is het voor jou om hier te wonen, zo begeleid? Nou, ik zit er nog een heel korte maand of zo. Maar ik vind dat de begeleiding, de verzorging, het praten met de patiënten. Ik vind
de avonden er zou beter besteed moeten worden. Dat is nog een beetje lang en alleen. Ja. En wat zou je daar aan kunnen doen met medebewoners bijvoorbeeld? Ja, s'avonds bijvoorbeeld kunnen Rummy Cup. Er zouden verschillende spelmogelijkheden zijn. We gaan eens vragen of dat mogelijk is. En ik wens je nog heel veel woonplezier samen met de anderen. Ja, dank je. Jolanda, jij bent begeleid door Interact Contour, maar nu niet meer. Vertel eens, hoe zit dat? Nou, ik heb het dus niet meer nodig. Ik kan alles zelf doen. Dus ik ben helemaal zelfstandig. Maar je woont toch hier, hoe komt dat? Ja, dat is ook een beetje gekomen door mijn ouders. Dat ik toch een beetje begeleid woon. Dus dat als er iets is, je ergens terecht kunt? Ja, ja. Hoe vind je het hier, Jolanda? Fantastisch. Ja, het heel erg naar mijn zin. Wat is nou zo mooi aan het wonen zo hier met z'n allen? Nou, de gezelligheid, de sfeer, de huisjes zijn mooi. Ik vind het hier helemaal top. Wat werk doe je? Bakkerij Wouter de Graaf. Dus als ik s'avonds thuis ben, ben ik blij dat ik hier op de bank zit. Geniet er nog lekker van. Zal ik doen.